Je denkt toch niet dat ik weer een aflevering in deze outfit ga doen, hè? Ja, dit is zoveel beter. Great. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mario Odyssey. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe maan. En dit keer sneller. In de vorige aflevering hebben we het Merenrijk eigenlijk een beetje doorgelopen. Best wel veel manen voor elkaar al gekregen. En in deze aflevering gaan we natuurlijk dit completen. Dit gaan we doen door alle manen hier te halen die dus nog te halen zijn. En alle paarse muntjes. Want ja, op het moment dat je dus hier weer naartoe gaat... Ja, er zijn hier 50 paarse muntjes zijn hier te vinden. En nou zijn er een paar deuren extra open gegaan. Om ons dus een maan te geven. En het, zoals altijd val ik hier naar beneden. Wat het niet te doen is. Zoals altijd, weet je wel, gaan we dus inderdaad voor de completion. En gaan we dus alles halen. En op het moment dat je de baas hebt verslagen, openen er meer wegen om meer manen eigenlijk te vinden. En ook zoals altijd, als je een nieuw outfitje koopt in een bepaalde wereld, dan kun je daar de speciale deur mee openen. En wat krijg je daarvoor? Een maan. Dus de ene die koop je gewoon voor simpel 100 muntjes. En de andere, daar trek je een speciale outfit voor aan. Dus je mag nou naar de kamer waar dat de pareljurk te vinden was. En je zou in de eerste opzicht denken van er is hier niks te vinden. Jawel. Yay. Maar het lijkt me wel eigenlijk een beetje handig om een nieuwe outfit eigenlijk een beetje te plaatsen. Ik bedoel, serieus, die andere die hadden we al in de vorige keer in verband met dat het een woestijn was. En dat is warm en noem maar op. En toen hadden we uiteindelijk weer een goede outfit. En jee. Goed. Op naar manen. Achter deze ding is hier. Daar hebben we dus een mooie deur zitten waarin dat we weer een nieuwe maan kunnen gaan halen. Dit is weer zo'n platforming plek. En I love them. Dan begon weer lekker een beetje denken aan de oude Mario Galaxy stijl, weet je wel? Oh, kom ik eraan, weet je wel. Mario Galaxy, Mario 64 had het trouwens ook. Ik mis dat. Dat je gewoon een level in dook, weet je wel, en... Weer de weet je wel. Oh boy. Gaat deze titel gewoon weet je wel heten? Weet je wel. Een beetje van jezelf en een beetje van weet je wel. Al moet ik wel zeggen dat dit er visueel erg gaaf uitziet. Zat dat trouwens niet? A secret to everybody? Volgens mij zat hier een secret to everybody. Volgens mij... zat hier... de hidden maan. Maar ik kan me natuurlijk gruwelijk vergipsen. Even dit flapje openen. Oh boy. De vallende rits. De geheime rits. Ook goed. Ik vond het de vallende rits, maar dat maakt niet uit. 5 november. Echt serieus, jongens. Trouwens, wat ik jullie nog niet heb verteld. Nou ja, ik heb het in de vorige aflevering verteld. En voor de mensen die dus de serie volgen, dan weet ik zeker dat het bericht is bijgekomen. Ik zal het nog een keer voor de gezelligheid zeggen. Zaterdag 19 en zondag 20 november sta ik samen bij René Cards op Dutch Comic Con. Wil je even gezellig hoi komen zeggen? Kom gezellig langs en wie weet zie ik je daar. Ik geef daar een panel over de Pokémon Trading Card Games. Of ja, eigenlijk René die had daar zo'n mooie naam voor. Demo. Het is een demo. Dus ja, als je gezellig langs wil komen, waarom ook niet, weet je wel. En dan moet ik ervoor zorgen dat deze afleveringen natuurlijk wel betijds aankomen. Ik bedoel... Niet dat ze weer anderhalve maand kan duren of zo. Maar ja, zoals ik al heb eerder uitgelegd, weet je wel, dat lag aan... Oh god. Dat lag gewoon aan de renovaties. Het ergste is gewoon dat ik deze hele aflevering gewoon seconde voor seconde moet gaan kijken en luisteren naar mijn audiocommentaar. Omdat ik weet zeker dat Amaris de editor niks anders nu aan het doen is dan elke keer op het moment dat ik weet je wel zeg, een counter gebruik. Dankjewel Amaris. Hier heb je een ei op je bol. En nou, ga verder met editen. Hop, hop. Goed. Nog meer editwerk. Oh, jeetje. Verder had ik ook nog voor jullie het idee om dit een keertje te gaan livestreamen. Dat we dus
het een let's play vorm livestream focus maken. Dus dan kun je gezellig bij de livestream zijn. Het komt dan ook op YouTube. Het wordt dan ook nog steeds geëdit. Maar dan doen we het gewoon een keertje lekker via een livestream. Lekker hartstikke leuk om eigenlijk te doen. Let me know what you think in de comments. Goed, nou we hebben dat gedaan. We hebben daar de 2 manen gevonden. Dus tijd voor de volgende maanlocatie. Voor de volgende maanlocatie is het echt van iemand die wil een goudvis. Maar goudvissen bestaan niet in deze universe. Dus kom dan maar aan met de cheap cheap. Je hebt daar een soort van visserskom. En wat je wil doen is... Je wil met die cheap cheap... Zo schattig! Wil je die visserskom in? Schattig, wel schattig. Ah, wat dichtbij is er nog zoveel leuker. Bedankt voor je bezoek, Vissie. Kan ik je blij maken met deze maan? Hoezo heb jij een maan? De wereld is aan het vergaan en jij hebt echt zoiets van... Hé, kijk wat ik heb. Een van de belangrijkste energie resources. Ik bedoel, dat hebben we geleerd Hebben we dat al geleerd? Nee, hè? Wel niet. Ik ga even checken. Voordat ik iets verkeerd zeg. Ik ga even checken. Overzichten. Wat we gaan leren in spoilers. Ik heb dat in mijn testfile gedaan. Oepsie. Maar we gaan het leren in ieder geval dat ze dus veel energie bevatten. En zij zit daar gewoon echt zo van... Oh, echt serieus. Kijk naar deze maan. Ik heb gewoon een maan. Wat leuk. Maar goed. Speaking of manen, op naar de volgende. Dit gigantisch rotsblok is nu weg. Dus we kunnen nu naar binnen. Yay. En deze is eigenlijk best wel komisch. Wat we hier moeten doen... is, we moeten deze steen hierop krijgen. En dan zou je denken dat hier nog een extra hidden maan ergens zit. Nee. Ik heb echt hier heel vaak zitten zoeken van... Ja, maar elke mensen heeft toch 2 manen? Deze niet. Eens even kijken, wat was hier ook alweer de oplossing? Want dan moest je dat doen. En ik doe het nog steeds verkeerd. Volgens mij kan je gewoon de hele tijd rondjes blijven draaien. Of blijft het dan nou de hele tijd hetzelfde? Nee toch? Oh. Zo moeilijk is deze niet, Stevie. Kom op. Kom op, Stevie. Zo moeilijk is het niet. Ik deed hier veel te lang over. Een maan. Je hebt een maan. Monumentale puzzel. Nou, je kunt eerder zeggen gewoon van tot ik een beetje te lang aan die puzzel deed. Maar dat maakt niet echt zoveel uit. Op naar de volgende. Als je Larry het konijn hebt verslagen, dan... Tenminste, ik denk dat als je Larry het konijn hebt verslagen tot dit dan opent. Dat was me niet eerder opgevallen. Misschien dat het eerder opent. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, dit is nu open en hier gaan we dus nu naartoe. En er zitten dus ook nog zo'n kippaarse muntjes. Wat leuk. Waarom moet die maan nou weer helemaal wegspringen? Waarom? Je vindt de maan hier. Waarom moet die dan weer helemaal aan de andere kant van het koninkrijk zitten om mij gewoon te irriteren? Dat is gewoon de reden, hè? Je wil mij gewoon irriteren. Dat is het spel. Ik heb je door. Kameraden, dit is een extra plateautje dat we niet nodig gaan hebben. Ja. Wat zit er in die kist? Een detour. Dan vraag ik mij... Ja, er zit daar een scarecrow. Dus we willen sowieso die kant op. Dat waren de crates die we verslaan... opgemet hebben. Daar hoeven we nou niet naartoe. Ja, laten we maar naar die scarecrow gaan. Waarom ook niet? Fancy stijl natuurlijk. Jongens, ik negeer jullie. Ik moet wel die bloem even open kunnen maken. Ga ik aan de kant. Het dakterras. Wat leuk. Oh ja, wacht eventjes. We mogen hier niet... Werkt deze? Die werkt. Oké, dus we moeten daar 2 spinjumps doen. Duidelijk. Kom hier. Poging 2. Mijn spinjumps die zijn supergoed. En hier kunnen we gewoon een jump. Oh, nee. Hier kunnen we gewoon een jump. Race tegen de klok 2. Oké, dus dan is er nog eentje te vinden.
Volgens mij kun je daarboven alleen maar opkomen. Nou ja, er zit daar ook nog natuurlijk een dinges. Maar daarbovenop kun je alleen maar komen volgens mij via de schilderij. Maar dat weet ik niet zeker. Oké, nou in ieder geval laten we die kant even opgaan. Want dit is een nieuw gebied. Volgens mij gaat dit ook alleen maar open op het moment dat je Larry hebt verslagen. Ik noem hem gewoon Larry. Ach, wat zie je er beeldig uit. Een Goomba met een kroontje. Wat geweldig. Is dat de enige manier om erboven te komen? Nou ja, ik ga eerst even vissen. Want, morning. Nice day for fishing, ain't it? Hallo. Kom hier. Pak hem. Pak hem. Wee! Ik bedoel, zo grappig, weet je wel. Dit hebben we niet eerder gezien of zo. We hebben weer een maand. Even kijken. Daar zit een schilderij. Daar gaan we dadelijk zeker... Nou ja, we zijn er nou bijna, maar... daar gaan we dadelijk zeker naartoe in verband met... Het is een spoiler locatie. Maar het is wel weer een plek waar dat we even eens een extra maand kunnen halen. Dus waarom ook niet? Volgens mij, als we hier hoog genoeg komen... Volgens mij, en dat is een dubbele volgens mij... Is dit alleen maar voor de paarse muntjes. Kan ik op een driehoog springen? Uh-oh. Kan ik op driehoog springen? Nee, ik kan niet op driehoog springen. Dit is een issue. Oh boy. Oké, dan... Oké, we hoeven nog maar 10 paarse muntjes. Dat is al een begin. En wat jullie betreft... Ga iemand anders pesten. Oké, ik voelde hier... Alsof dat mijn spider senses gingen tingelen ergens. Ben je bovenop? Nee toch? Nee. Dat was hier bovenop. Goomba's! Helemaal niet dat mijn spider senses gingen. Really? Oh, wauw. Dat was een verhaal. Gelukkig hebben we hier een checkpoint. Eens even kijken. Oh ja, we kunnen die maan ook wel even gelijk nemen. Vergeet de schilderij niet! Nee, maar ik zie gewoon 2 manen die we nou wel gelijk kunnen halen. En ik ben helemaal vergeten om ook nog wel eventjes ervoor te zorgen dat we... Per direct eventjes tot mijn amiibo voor de zekerheid van als ik geen idee meer heb waar mijn manen zijn... tot ik mijn amiibo's alvast activeer. Maar ja, dat is mijn probleem, weet je wel. Van, ik zie te veel en dan wil ik te veel dingen gaan doen. Dus... Zag jou daar. Let's do this. Oh, deze. Dive! Push die ZR button! Man. Ik vind het wel grappig goed dat we gewoon eigenlijk al meer manen hebben als wat we in de vorige aflevering hadden. Wacht even, nee, daar kom je uit. Daar kom je uit. Hi! Laten we lekker samen gaan zwemmen! Nou, nee, dank je. Oh boy, juk hem hoog. Ah! Ik ga het schilderij in voordat ik het vergeet. Te veel Goombas met trouwjurken. Don't like it! Ingaan. Oh, nee. Dit is absoluut niet toegestaan. Dit is een gigantische spoiler. Nee, spoilers kunnen we absoluut niet hebben. Ik pak hier gewoon heel eventjes de maan en we gaan gelijk weg. Vorkaanland? Vorkaan. Skip. Wat ook wel erg belangrijk is om natuurlijk bij het begin eventjes te zien... Is dit schilderij hier? Ze vragen je van... Hey, vergeet niet om hier een screenshot van te maken... Want zoek de verschillen. Volgens mij heb ik dit al in part 1 eigenlijk een beetje uitgelegd. Maar ja, er zit daar dus een foto. Ik ga daar geen screenshot van maken, want ik weet waar dat er zit. Dus sowieso doen we die ook nog in deze aflevering. Terug even in het grote kasteel. Als je hier naar achteren toe loopt, dan zit hier een secret door. En als je dan met haar praat... Hey, je hebt me gevonden. Hey, je hebt me gevonden. Niet slecht. Dat is een beloning waard, zou ik zeggen. En die heeft ook al een maan achtergehouden. Energiecrisis. En dat komt allemaal omdat ze de manen voor zichzelf houden. En wat doen ze? Niet verder vertellen dat jij daar zit. Ik vertel het heel de wereld. YouTube, daar zit iemand.
Ook wel om te grappig om te weten. Hier moet overduidelijk gewoon dus een plantzaadje in. En als je met haar praat, dan is het van... Ik wil een bloemplant hebben, ik heb zuizen laten vallen en het zijn er van met stekels. Krijg je eigenlijk een beetje een stille hint waar dat zaadje te vinden is. Hoezee. Dus als we dan terug hier naartoe gaan naar onze ruimte met de stekels... Dan vinden we hier daadwerkelijk ook echt het zaadje. Waarom lag deze hier niet eerder? I don't know of ik hem boven het hoofd gezien. Zo. Nou. Ja, iets zien groeien. Echt, het groeien van gras is oh zo leuk. Echt, die zijn zo makkelijk tevreden te stellen. In ieder geval, we hebben nog 10 paarse muntjes te vinden. En ik raak een beetje door mijn ideeën heen. En gelukkig ben ik al zo slim geweest om amiibo's aan te zetten. Maar ik ga eerst nog even zoeken voor mezelf. Oké, hier is een rits die ik over het hoofd heb gezien. Wat zit achter deur nummer 1? Wat paarse muntjes? Een man? Een paar paarse muntjes. Yay! Nog 70 aan. Oké, ik ben ondertussen maar eventjes bezig geweest met alvast even op de amiibo's eventjes te vragen van... Goh, waar kan ik nou nog manen vinden? En ze hebben wat locaties gevonden. Sowieso het schilderij wat ons te wachten staat. En 2 andere manen. Maar dat zijn echt de laatste. Dus er waren maar 3 manen. Die ik niet kon vinden. Nou ja, eigenlijk 2, want deze wist ik tot die er was. Maar die andere 2... Vooruit dan. Dus laten we daar maar eens even naartoe gaan. Technisch gezien zelfs maar 1, want ja, het zaadje is natuurlijk ook een maan. Dus ik heb er maar eentje die ik niet had kunnen vinden. En die zou dus hier bij de parrot moeten zitten. Ik ga de verkeerde kant. Nevermind. Don't question it! Ground pound op de pilaar. Wauw! Knap gevonden. Het spel wist het. Het spel wist dat hij gewoon bijna niet te vinden was. Er zijn er ook nog 7 paarse muntjes die ik niet kan vinden. Ik ben zo terug. Hier zit nog een secret patch met 4 golden coins. Wat leuk! Als de bloem eindelijk gegroeid is, dan hebben wij een maan. Hoezee! Ja, ik klink geïrriteerd in verband met die paarse muntjes willen niet meewerken. Ik heb gewoon een map moeten gebruiken om de laatste 3 en dat was gewoon een obvious sipper. Darn it. Nou, ondertussen hebben we dus heel dit koninkrijk 100% gehaald. Dus laten we maar even alle manen erin rammen. Deze opnamesessie die duurde gewoon een uur, jongens. Want we moeten nog 1 maan heel eventjes ophalen. Op een bepaalde plek. 151 manen. Net zoveel als dat er Pokémon waren in de eerste generatie. Yay! Ach ja, kijk het aan de positieve kant. We kunnen naar het Stedenrijk. Yay! Stedenrijk is echt wel een hele leuke dat we gaan bewaren voor de volgende aflevering. Dat is een van mijn favoriete rijken in het spel. Dus dat gaat heel erg leuk worden. Goed, we willen dus heel eventjes terug naar het watervallenrijk in verband met dat schilderij. En met dat maandje er wel even snel op gaan halen. Wil ik alvast even beginnen met de afsluiting. Dus ik hoop dat jullie dit ook weer een leuke aflevering vonden. Ik hoop jullie natuurlijk ook allemaal te zien dat we naar het Stedenrijk toe gaan. En wie trouwt er nou in de gestouder? Ik serieus, hou je klep. Ik heb geen zin in je tips. Kappie! Maar verder gaat alles goed. Geen zorgen. Dit duurde gewoon veel te lang. Dit duurde gewoon zo lang. Nou, Stedenrijk, daar gaat wel wat meer als 2 parts geven. Want ja, dat is een best groot rijk. Waarom zit hier een random maan? Hebben jullie alle maan opgehaald? Dit is namelijk niet de maan waar ik hiervoor op zoek ben.
De maan die we wouden hebben, dat is deze hier. Deze hier. Zijn er hier nou heel veel manen die we kunnen gaan halen? Jammer dan, het stedenrijk moet wachten. Volgende aflevering gaan we hier eens even flink op onderzoek uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!